De kwekpoel is een begrip in Boksel en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. We nemen eens een kijkje, want ze gaan los. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Hoe lang ben je nou bezig met de voorbereiding? Dit jaar nog geen 2 weken. Omdat de coronamaatregelen zou het niet doorgaan en op het laatste moment is dat wel doorgegaan. Dus we zijn 2 weken nu bezig. En dan kom je als een gek bij elkaar van iets geet aan? Dan, Alles online nog bij elkaar geweest. Dus alles online gedaan, bij elkaar komen, spullen regelen, dingen regelen. Uitdagingen van hier tot Tokio. Zoals jullie ziet, licht en geluid. Mannen die, die maken er een feestje van. Die maken er een rondje. Maar vanwege de corona heeft hij ook 2 jaar stilgestaan. Dus we gaan nu een volgende uitdaging aan. Ja. Kijken of alles werkt. Ja, vorig jaar was het niet, hè? Nee, vorig jaar was het niet. Nee. En dus we moeten improviseren nou. Ja, maar het is wel belangrijk voor de kids dat dit doorgaat, toch? Ja, absoluut. Absoluut. Heel belangrijk. Geweldig. Ja, dus geweldig. En niet alleen voor de kids. We hebben er ook veel plezier mee. Ho, ho, ho. Kom er eens even bij. Ja. Lukt het een beetje? Ja, mij lukt het wel. Het is wel veel werk, hè? Hij is altijd met trailer uitlaaien. Wat we vanavond wel gaan doen is het licht en geluid ophangen. En aan de trussen komen in ieder geval ook wel de speakers te hangen. Hoeveel dagen is de kwekpoel? 4 dagen. Van zaterdag tot en met dinsdagavond eigenlijk. Van hoeveel kids komen dan? Gemiddeld in de middagen een paar honderd en dan in de avonden rond de 400-500 kinderen. Dus ja, gezellig. En met hoeveel mensen ben je nou de voorbereiding bezig? Wij zijn nu met een man of 40-50 bezig, zeg maar, aan de voorbereidingen. Met zowel de spullen van de kek verzamelen, als mensen die de vloer regelen. Alles moet geregeld worden. De dames steken ook de handen uit de mouwen. Zeker, zeker, zeker. Met de paplepel ingegooid hoorde ja, ik net. Ja, zeker. Weet je van papa geleerd, hè? Ja, ja. Maar die werkt ook hard hier? Zeker, zeker. En jij, wat doe je? Gewoon een beetje sjouwen? Ik help met kijk nu een beetje sjouwen. Op maandagochtend doe ik ook mee met Donseentjesfeest. Heel leuk voor de kleine, Donseentjes. Dan spelen we een stuk altijd. Meestal vertellen we ook dingen. Dit jaar door de corona moest het iets anders. Dus is het een vertelverhaal geworden. En dan spelen wij de personages in een dierenbos. Welk personage ben jij? Ik ben een eentje. Een eentje? Een eentje. Ja, doe eens even een eentje. Nou, dat kan ik. Ik moet, ja, een beetje zo. Super. Ja. Alles goed daarboven? Ja, super. Even pauze, jongens. Ja, zeker. Even hydrateren. Moet ook door. Ja, de innerlijke mens moet verzorgd worden, hè? Zo is het. Ja, absoluut noodzakelijk. Het is dat we geen bier hebben, maar anders. Hydrateren, zegt hij. Ja, ja. Maar ja, gedroogd uit van alcohol, dus we pakken toch maar wat cola, dat is beter. Hopen dat we weer een feest mogen kunnen vieren met z'n allen. Ja, nou, dat gaan we ook. Ja, hoop ik. Op zo'n korte termijn waar we nou allemaal voor elkaar boksen met z'n allen. Maar best trots op zijn. Ja. Ik bedoel, normaal is het maanden voorbereiding en nou. Nou ja, eigenlijk 2 weken en dan wordt alles geregeld. Dus ik vind dat we aardig trots mogen zijn en iedereen die kan en niks anders gepland heeft. Want je had natuurlijk 2 weken geleden nog niet kunnen bedenken dat je nou op zou bouwen voor carnaval. Dan denk ik van nou, iedereen die er nu al tijd voor vrij kan maken. Ja. Ik ben heel trots op het feit dat wij als knokkers dit weer voor elkaar gaan krijgen. Zo is dat. Absoluut. Met hulp. Van de meiden van de school, hè? Zo. Die hebben meegeholpen met vloer leggen. Mogen we niet vergeten. Dus top meiden, bedankt.
En het zijn vanavond allemaal PSV-fans, denk ik, of niet? Ik durf het niet te zeggen. Want Ajax speelt vanavond, dus... Geen idee, ik geef niks om voetbal. Dus, moet je nog rekening houden met coronamaatregelen? Ja, de maximale aantal kinderen. Wij zijn tot 500 kinderen en meer mogen er niet binnen. Vanwege ja, corona. En anders moeten we gaan zitten. En zittend carnaval, dat is geen optie. Nee. Dus dat is het enige waar we rekening mee moeten houden. En ja, natuurlijk allemaal zoveel mogelijk van elkaar afblijven. Ja, maar ja, kunnen wij niks aan doen. Nee, maar het is moeilijk met de Polonaise om elkaar af te blijven. Ja, daarom. Dus dat is lastig. Maar echt Polonaise lopen ze niet meer, de kinderen. Dus, hun, maar, maar wij niet. Dus, ja, okay. Nou, dan wens ik jullie veel plezier. Dankjewel. Maak er iets moois van. Dat gaan we zeker doen. Kom met de Polonaise, natuurlijk, die jonge lui man. Nee, die lopen rondjes en zo. Die lopen rondjes.